Nee, dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer voor mij vanavond. Dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Heel lang geleden. Dit is de eerste keer. Dit is de eerste. Dit is de tweede keer. Nou ja, Donald Trump voornamelijk. De opkomst van Wilders, de opmerkingen van Rutte de laatste tijd. Ik maak me in ieder geval best wel veel zorgen. En ik zie een heleboel dingen gebeuren die ook mij als persoon met een kleurtje aangaan. En ook als persoon die geeft om Nederland, maar ook om Europa en de wereld. Nou, ik wil toch laten zien dat er voor links veel aanhang is. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd ook naar Jesse Klaver, wat hij te vertellen heeft. Wat is zijn agenda? Wat is zijn visie voor Nederland? Voor beide de mooie Obama-achtige woorden. Wat zijn jullie met veel? Na 15 maart sluiten we alle kolencentrales. En we laten niemand meer vertellen dat ouderen een kostenpost zijn. Wij willen vooruit. Dus dat eerlijk delen het wint van egoïsme. Zodat de vernieuwing het wint van de status quo. En de hoop het wint van de angst. Het show-element is iets wat minder per se aanspreekt. Maar dat vond ik daarentegen in de Q&A wel weer heel sterk. Hij maakt ook heel erg duidelijk waar GroenLinks voor staat. Ja, ik vond het fantastisch om vanavond tussen gigantisch veel jonge mensen te staan. Zorg, onderwijs en klimaat, dat zijn eigenlijk de drie hoofdpunten, denk ik. Toen de vragen ook kwamen, toen ging je er echt dieper op in. En ook hoe je al die mooie idealen ook echt gaat waarmaken. En dat vond ik wel heel sterk.